Dat blijkt uit een enquête van dit jaar nog dat zij de grootste bedreiging zien ze in die grote online spelers die alles sneller, goedkoper en met de gratis levering, gratis retour kunnen doen. En dat is voor een kleine zelfstandige handelaar absoluut niet mogelijk. Hij kan het gewoon niet gratis kan het niet leveren. Gratis doen. En het is ook in vergelijking veel duurder, zeker ook met de buurlanden. Dus eigenlijk onze oproep is daar, we zien dat nu voor Alibaba wordt een rode loper uitgerold om hem naar België te krijgen. Ja. Die rode loper zou ook voor al die kleine zelfstandige handelaars moeten uitgerold worden. En dat hij ook gratis kan leveren. Ja, of dat maar goed, er, dat de overheid... Dat de marges bij Repos bijzonder klein zijn. Ja, inderdaad, maar er moet minstens een gelijk speelveld gecreëerd worden, zodat al die voordelen die gelden voor de buitenlandse spelers ook voor de binnenlandse spelers. Of de voordelen afschaffen. Of ze gelijk maken. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.